Zo mensen, welkom weer bij een nieuwe review. We zijn op de kermis in Apeldoorn en het was eigenlijk niet mijn bedoeling om heen te gaan. Maar ja, jullie weten het wel, coronavirus en ja, al kermis zijn afgerast. Maar hier draait hij nog, hè? Hier is wat bijzonders aan het hand. Kan je het eens vertellen? Ja, er staat een wachtrij om binnen te komen. Tenminste, nu even niet, maar als het drukker wordt, wordt er een wachtrij gecreëerd. Dat is het bijzondere aan deze kermis, het is hermetisch afgesloten. Ja, ik zal het zo wel laten zien. Er staat echt een wachtrij en... dat is dus het bijzondere. Daarvoor zijn we hier gekomen en verder staan er gewoon een paar leuke zaken. Dus we gaan verder ook gewoon een rondje rond. En dan zien we het wel. Veel kijkplezier. Nou, hier zo staat dan iedereen te wachten tot het 1 uur is en de mensen naar binnen mogen. En als er 100 mensen binnen zijn, ja, dan sluit de poort tot er iemand uitgaat. Dan mag er iemand in. Nou, 1 uur. De mensen kunnen naar binnen. En die hebben als eerste echt de zaak de Freak Circus van Askeschijn Spookhuis hier. Ja, dat past er wel mooi bij, zo'n leuk spookhuis hier op dit kermisje. Ook leuk die interactie met het publiek net, ja dat is toch dat extra beetje. Dat trekt toch meer bezoekers aan denk ik. En hier hebben we nog wat kinderzaken, een teacup, een draaimolen. Ik vind het toch wel apart om zoiets mee te maken hoor. Ook van dat je overal beveiligers ziet lopen. Ja, het is toch wel iets bijzonders. Ja, en dit hebben ze dan gedaan om de kermis gewoon helemaal rondom af te zetten. Dat er 1 in- en uitgang is. Maar goed, ja, als je wil, hier kan je gewoon overheen gaan. Ik merk hier nu ook dat hier centrale muziek wordt gedraaid. En nou ja, daar hebben we dus die cakewalk. Dan hebben we hier nog een gazedoofje, de Magic City. En daar een funhouse. Ja, dat kan concurrerend zijn. Ik zou er niet zo snel voor gekozen hebben, maar goed, het zijn toch 3 aparte dingen. Al zijn het funhouse en de cakewalk lijken wel heel erg op elkaar. Gelukkig zijn hier ook gewoon nog draaien zaken. De powerdance, als Wippie hier zo van de voer. Gaf net een leuk schuim. Gaf net een leuk showtje, leuk wippie. Ja, meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. En hier met Funno Spidey Farmer van Orneman. Op zich best een verrassende zaak, want het is een van de grootste funhouses van Nederland. En op zo'n kermis als Apeldoorn. Maar wat nog leuker is, dat ze de Vrije Valtoren hebben meegenomen. Ja, dat vind ik wel leuk, want dat geeft echt een extra toevoeging aan de rit. Hier dan nog tegenover het Funhouse de Bredense Sikkema, die heel veel technisch onderhoud gedaan heeft afgelopen winter. De hele Bredense uit elkaar gehaald, alles nagekijkt en alles vernieuwd. Ja, heel mooi om te zien is dat hij zo goed onderhouden wordt. En als je hem zo ziet, ik heb er net even naar gekeken en hij draait echt wel lekker door. Gewoon mooie soepeltjes. Dus ja, deze kan weer wat jaartjes mee hoor. En hier zien we de Project 1 weer eens een keertje van Sipkema. En leuk dat hij hier staat. Staat hij ook voor 3 euro en nog best een mooie prijs vindt voor een afterburner. En ja, ik heb net al even gekeken en het ziet zoals altijd weer goed uit. Mooi volgas naar boven. Dus ik ga hem zo weer even doen, want er staat veel in Duitsland. Dus dat is een mooie kans omdat ik hem dan weer even tegenkom. Thank you.
En nu zie je ook dat hier een echte in- en uitgang gecreëerd is. Dat dan de mensen echt dan om moeten lopen. Dat was net nog niet zo. Oh, nu valt er nog wel mee, staat geen wachtrij. Het rookt allemaal lekker door. Op zich viel me nog wel alles mee. Nou, dat was dan weer de kermis in Apeldoorn. Ja, ik vond het eigenlijk allemaal wel meevallen. Het leek meer gewoon op een normale kermis. Ja, die wachtrij stond er dan. Maar ja, verder, we hebben gewoon normaal kermis gevierd. En ja, ik vond het eigenlijk een goed dat dit gedaan is hier zo. Dat het even goed nog kon doorgegaan is. Ja, leuk hè? Ja, ik vond het wel een mooi initiatief dat ze dan dit hebben bedacht. Want ik weet in Snake en op andere kermis hebben ze gewoon, die draaiden ook nog. Maar die zijn gewoon compleet gelijk afgelast. Ja, dat is zonde. Ik snap niet dat ze dat niet hetzelfde idee hebben gedaan als hier. Maar ja, het ligt waarschijnlijk per gemeente aan wat wel niet mag. Ja, je hebt het met zoveel dingen te maken. Je hebt locatie en ja, en dit zal ook wel wat kosten natuurlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dus dan zit je dan ook nog mee. En ja, verder staan even goed nog best een leuk kermisje. Het is een mooie kermis hier, ja. En we moeten het er ook nog even voorlopig mee gaan doen. Want het is voorlopig even de laatste, vrees ik. Ja, dat moeten we afwachten. Dus daarom dat ik ook hier even naartoe gekomen ben, kan ik toch nog even een paar video's maken. En ja, kan ik de projecten weer eens een keertje zien. Dat funhoutje is leuk. Die Brenes was mooi om weer eens gedaan te hebben. Dus verder hebben we ons gewoon weer vermaakt. En ja, nu ook, wat ook nog even... Corona. Straks worden we besmet. Ja. Wat ook nog even genoemd mag worden, is dat het op een nieuwe locatie is. Ik vond het op zich de locatie is een mooi centraal. Ja, dat was normaal in de hallen, maar de hallen zijn afgebroken nou. Is dat dan daarachter? Ja, daarachter. Zie je nog een paar van die stalen die hier staan, dat waren de hallen. Ja. Oké. Okay, dus okay. Als je wegrijdt, rijd je tegen de oude hallen aan. Oh ja. Maar goed, dus dat, ja, de locatie is ook mooi centraal. Ze hebben evenveel nog mogelijkheid om uit te bereiden zelfs. Ja. Dus ik vond het eigenlijk weinig mis met deze kermis. Ik vond het een leuk kermisje. Leuk dat ik hem toch nog even bezocht heb. Ja, ik ook. Ben je helemaal gelijk. Ja, nou. Mensen, we moeten ook nog even zijn review kijken natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Allemaal abonneren. Abonneer op zijn kanaal vooral. Ja. Op de kermisliefhebber. De kermisliefhebber. The one and only. The what? Nee, dat is niet waar. Ik ben er ook. The one. The two and only. En nou, ja. Die kijken houden over kermis. En the three and only. Ja. Zoiets. Simply the best. Ja, hey, ja. Tot de volgende keer. Laten we zomaar zeggen. Nee, like, abonneer, oh, doei. Sorry. Like, abonneren natuurlijk ook nog. Ja, zo zeg ik het altijd, hè. Oké. Okay. Ja. Nou. Hoi. Ook 1000 euro voor, hè. Ja, maar dat doe ik niet.